Welkom bij het tweede deel van ons verslag van de motorshow van Detroit. Voor iedereen die denkt dat de Amerikanen hier vooral klein en groen bezig zijn, verwacht er niet te veel van. Deze F-150 is namelijk North American Truck of the Year. En daar zijn de Amerikanen lyrisch over. Op tv deze auto beheerst de onderwerpen en niet de kleine autootjes. Ze leren het gewoon niet. Dit is toch eigenlijk de auto die elektrisch rijden echt op de kaart heeft gezet, de Tesla Roadster. We verwachten dat we op zeer korte termijn in Nederland met deze auto op pad kunnen, dus hou Autoweek en Autoweek.nl in de gaten. Kijk, een mooi ovale uitlaatje. Dat krijg je als je kiest voor de Quattroporte Sport GTS. Hij heeft met 440 pk 10 pk'tjes meer dan de gewone, de versnellingsbak is aangepast en je hebt een iets stijver onderstel. Dat is het. Ook Minina laat met deze elektrische auto zien dat het helemaal niet zuinig te zijn dat elektrisch rijden, want hij is een goede productie klaar. Maar Nederland voorlopig nog niet. Ja, heel jammer, want elektrische auto's zijn gewoon BPM-vrij. Je zou niet zeggen, maar de Cadillac SRX is gedownsized. Hij is kleiner dan de vorige. Gaat over de motoren, niet langer een V8, maar twee V6'en. Eentje met de turbo, de bekende 2,8 van GM. Eind dit jaar nog, ook in Nederland. Zwaar voor zo'n groot Amerikaan. De Ford Mustang is vernieuwd, dus dan kan de Shelby GT500 niet uitblijven. Dit is de nieuwe variant, V8 compressor, goed voor 540 pk. Weinig eco's aan. Nog een wereldpremier in Detroit, de nieuwe Honda Insight. Hybride auto, 103 gram CO2 per kilometer. Dus heel interessant voor leaserijders, want ook deze 14% bijtelling. Ik kom toch wel even van het hart. Hybride rijden vinden we helemaal niet zo erg, maar het interieur mag wel iets mooier dan dit hoor. Dit is wel heel kaal en hard allemaal. Ook een nieuwe auto, de Lexus HS250 Hybride. Je kan hem direct weer vergeten als je wil, want hij komt toch niet naar Nederland. Want voor zuinige, compacte Lexussen gebruiken we dieselmotoren, zegt Lexus. Nog een prachtige Europese wereldpremier, de Audi R8 V10. Nou, we wisten natuurlijk al maanden, zo niet jaren, dat hij ging komen. Ene verrassing was nog uiteindelijk dat het een atmosferische V10 werd, want die met turbo staat RSS is een paar keer afgefikt. Dus dat hebben ze opgegeven. Maar desalniettemin is echt een supersporter dit. Fantastisch. Nog een leuk primeurtje in Detroit, de cabrio-versie van de nieuwe Mini. Werd wel tijd, want die was natuurlijk al even. Een paar leuke dingen, de rolbeugels en de vouwdak zijn beter weggewerkt bij de vorige, want daar was het wel erg in beeld. Waardoor je er net even iets dynamischer uiterlijk krijgt. Nog een leuke gadget, de Mini heeft een meter waarmee je kan zien hoeveel van de tijd je open rijdt. Dat is leuk voor wedstrijden tussen minifans natuurlijk. Leuk speelgoed natuurlijk, deze 505 pk sterke GTM-R. Maar ja, als je een drempel tegenkomt, dan is het direct einde verhaal lijkt me. Zelf een van de mooiste primeurs van deze beurs, de nieuwe Jaguar XFR. Het is persoonlijke smaak, zeg ik eerlijk, maar ik heb hem liever dan bijvoorbeeld een M5, die misschien op het circuit sneller is, want ik vind dit zoveel eleganter en zoveel mooier, zoveel klassieker. Een van mijn favorieten. Dit is een conceptauto waarvan ik er veel meer had verwacht in Detroit. Een heel handzaam formaat, staat gebaseerd op focusonderstel. Dit is de Lincoln Concept C. Bij de rest van de Amerikaanse merken blijft het allemaal veel te groot, veel te massaal. Hier had ik meer van verwacht, maar het staat er niet.